De financiële begroting voor de gemeente Altena over het jaar 2019 is rond. Kort door de bocht een optelsom van de drie voormalige gemeenten. Maar wat betekent dat nu voor Altena? Als je naar de financiële positie van Altena kijkt, dan is de financiële positie gezond. Maar we hebben weinig reserves om de ambitie van voor de komende jaren te realiseren. Een begroting die een rol gaat spelen bij de ambities van de nieuwe gemeente en invloed gaat hebben op de portemonnee van de inwoners. En dat betekent heel concreet dat er een afweging zal gemaakt gaan worden door de raad. Op voorstel van het college, zo werkt dat nou eenmaal, van hoe we omgaan met ambitie versus het lastenniveau in de richting van de burger. De begroting voor 2019 is een bedrag van afgerond 120 miljoen. Dus dat is de uitkering vanuit het Rijk. Ook alle specifieke doeluitkeringen bij elkaar. Daar zit natuurlijk alles bij, ook met betrekking tot de heffingen. De onroerend zaakbelasting, om maar een willekeurig te noemen. En alles dat leidt tot een begroting van een kleine 120 miljoen. Nieuw is de watertoeristenbelasting. Deze belasting was voorheen alleen bekend in Woudrichem, maar geldt nu voor de hele gemeente Altena. De tarieven voor riool en afval worden pas in 2020 geharmoniseerd. Momenteel betaalt men in de voormalige gemeente Aalburg 179 euro en in Werkendam 232 euro rioolheffing. Wij hebben hier nog met elkaar een aantal lastige vraagstukken op te lossen. Er zitten grote verschillen tussen de individuele gemeenten. Dat is een punt. Als we de kosten dus op het laagste niveau willen houden, dan is dat natuurlijk voor de burger heel interessant. Maar dan heeft dat echt gewoon impact op de dienstverlening. En we hebben ook, en dat heeft mijn collega Roland van Vught bijvoorbeeld ook gezegd, met betrekking tot de afvalstoffen, ook een discussie met elkaar te gaan over de hoeveelheid afvalbrengstations. Houden we die allemaal in de lucht of gaan we daar keuzes in maken? Nou, dat heeft natuurlijk een direct effect op de kosten en dus ook op het tarief wat de gemeente in rekening gaat brengen bij de burger. In 2019 is er nog een tekort van 1,4 miljoen euro voor jeugdzorg. Dit komt door de decentralisatie vanuit de Rijksoverheid. De vorige ronde van de decentralisaties, hè, bijvoorbeeld bij de WMO en dergelijke, is daar veel minder bezuinigingstaakstelling opgelegd dan bij jeugd. Okay. En wat je ziet is aan de ene kant dus een hele forse taakstelling. En aan de andere kant is gewoon de problematiek neemt ook gewoon toe. Daar kunnen we echt niet onderuit. De eerstvolgende Altena-tafels en de eerstvolgende raadsvergadering staat de begroting over 2019 op de agenda.